Trainer Henk de Jong, je wint vandaag met 3-0, maar dat was zeker niet gemakkelijk vandaag. Nee man, nee, zij speelden zeer verdedigend en dat is hun goed recht, daar zeg ik niks meer over. Maar dan moet je geduld hebben, hè. En zij kreeg één kans in de hele wedstrijd, dat was die dikke kans van een snelle jongetje. Maar voor de rest hebben we het goed gedaan. We hebben de eerste helft, nou, was net een aantal keer net niet scherp genoeg in aannames. Eén keer pakte de keeper hem. Maar we hebben de rust ook gezegd, dan moeten we niet raden over onszelf. En niet gaan schelden of met het hoofd zo lopen. Nee, het hoofd zo. Want op een gegeven moment valt hij. Nou, een groot compliment voor de jongens. En ook voor de jongens die ingevallen zijn. Hè. Het was echt weer een team vanavond. En daar heb ik nooit een klacht over. Maar dit is wel leuk om trainer als je hier naar kijkt hoor. Ja, want dat is misschien ook wel een beetje het gevaar natuurlijk. Je kijkt dan waar de ruimtes liggen, maar als er helemaal niemand uitstapt, dan lijkt het me ook wel moeilijk om daar doorheen te voetballen. Hè? Ja, dat is lastig. Hij lag er een paar keer de eerste helft. Meesje Hoedemakers een keer, een balletje voor de goal. Kelvin had een keer Robert in de combinatie met Ragnar. Daar lag wat, maar klaar, het blijft lastig. Hè. Maar je moet rustig blijven. Je moet niet in de war raken. Niet te gehaast. Want als je elke bal erin pompt, dan staan allemaal jongens van 2 meter. Dat is precies wat ze willen. Dus je moet geduldig zijn. Nou ja, groot compliment. En over het algemeen stond het natuurlijk goed. Op één foutje na in de eerste helft. Gelukkig ging die er niet in, hè? Nee, een paar keer zag ik dat even. Dan moeten we centraal dat goed voor elkaar hebben. Dan moet je echt over mijn lijk. Nou ja, daar kan je morgen lekker weer even met die jongens over zeiken. Mooi man. David Sambisa, you're smiling. Your first goal for Cambuur. How does that feel? Yeah, it feels good. It's a special moment. It's even my first goal in professional. So I'm proud of it and it's good for the following of my career. Can you describe how it went? I saw Jasper coming with the ball and I felt the moment that I felt that I was free because they were all shift on the inside, and I saw the goalkeeper was closing fully the short corner, so I just shoot it in as simple it is, and yeah, it went in. I didn't thought about something, or I just shoot it in and that's all. Ja, dat vind ik mooi. Ik vind David, die was een paar keer bij me gekomen. Die ziet ook dat Alex Bangoer dat heel goed doet. Zijn trainer kan ook op links buiten. En ik zeg, come on, dan moet je op links buiten. Ja, dan scoort hij. Dat vindt hij ook mooi. Komt hij even langs lopen. Echt mooi. Dat is wel een Cambuurjongen hoor. Dat vind ik mooi. Ik vind ook Jasper ter Heide van de week binnengeroepen. Ik zeg, jongen, je moet de schroom van je afgooien. Jij kan zo goed voetballen. Je bent timide. En wat we op training zien is niet normaal. En dat kwam er ook uit. Hè? Die verovert bal en heeft hij een versnelling. Nou, ik ben heel tevreden en we missen een man of 5-6. Nou, we dit nog kunnen brengen, mooi. And we have to don't get frustrated, to just stick on what we know how to do and believe that we're gonna find a space, find a gap to score a goal. And after one goal, it's more open and you can even play more. And we have first of all to stay patient and make them tired to find a good. The good way to score a goal. En dan zeiden we vorig jaar van het zou heel bijzonder zijn als je dat zou kunnen evenaren. Nou, je hebt een aantal records weten te bemachtigen weer. Vind je dat nog leuk? Ja, dat vind ik hartstikke leuk, maar het gaat me maar om één ding. En dat is aan het eind van de rit bij de eerste twee staan. Dus over 9 wedstrijden. Daar willen we heen. Daar zit de focus bij de jongens helemaal op, bij ons allemaal, met ons hele team. Maar wij voelen ook dat wij, en vanavond dan doe je de warming up en hij is zo stil in het stadion, maar wij weten gewoon dat het straks weer helemaal vol zit en dat misschien volgend seizoen en dat we hier een explosie. Ik had er van tevoren met Fouke Komen zo. Hij zei, er zitten straks weer bijna 10.000 man. Ah, ik zei, die sleuren onze door en dat mis je nu. Hè. Dat hebben we het hele seizoen gemist. Hè. Dat zijn de clubs die, en dat zeg ik wel vaker, de clubs die van het publiek leven. Hè, bij ons geeft dat kracht. Ja, dat missen we het hele seizoen. En als we na die klap die we gehad hebben dit kunnen, dat is echt, echt heel knap. I really believe on this team. We have a really good team, and I'm proud of what we achieve on the pitch. And of course, even if we do a third year here, it would maybe even be better. I can't plan the future, but we have a really, really good team, and we have to be proud of what we achieved.